Het getril in beton en het frezen van asfalt zul je hier voorlopig niet meer horen. De werkzaamheden rondom voormalig treinstation Hoek van Holland Haven zijn per direct stilgelegd. De strandweg zou 3 maanden worden afgesloten in de periode waarin ook de massaal bezochte strandopening plaatsvindt. Het werk begint een paar weken geleden als er naast de strandweg groen wordt gerooid. De werkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van een spoorwegovergang als later metro's van de Hoekse lijn de strandweg oversteken. De Hoekse gebiedscommissie komt in het geweer en klopt aan bij de Coolsingel. Men realiseert zich misschien te weinig dat er gewoon 100.000 bezoekers komen met onder andere de strandopening. En dan moet je niet willen dat ze allemaal door de wijken hier gaan en dat het niet te bereiken is. Dat er calamiteiten zijn. Het is gewoon heel erg gevaarlijk. En gelukkig heeft men zich dat met elkaar allemaal gerealiseerd. En heeft men gezegd, we gaan in september, oktober kijken of we het dan kunnen doen. En gaan we start maken met de aanleg van. Ook omwonenden zagen de bui al hangen. Nou, dat was één grote soap geworden. Zondag is de kofferbakverkoop. Nou, dan is het al één grote ellende hier in Hoek van Holland. Er staat alles vol. 30 of 31 mei is de opening van het strandstation. En de strandweg hier, zoals je hier ziet, dat is een hele belangrijke toevoerweg naar het strand toe. En ze vonden het toch te gek om die af te sluiten. Ik was het al van plan te gaan filmen. Dat ik denk van, nou, dat gaan we doorsturen naar Rotterdam. En dan kunnen ze zien wat voor ellende het is. De hekken langs het spoor zijn ook al weggehaald. Die keren binnenkort weer terug. Ik heb net gevraagd of ze sowieso de hekken weer terug kunnen zetten. Want ik denk niet dat het handig is dat iemand zo de trein op kan lopen of de lege rails. Dus er wordt wel het een en ander weer teruggeplaatst. Het gaat overigens nog wel jaren duren voordat de metro's helemaal doorrijden tot het strand. De verlenging van het spoor zelf staat gepland voor 2021. Maar het is nu nog niet eens duidelijk wanneer de metrolijn überhaupt in gebruik wordt genomen.